Ja, aan tafel twee docenten die ook cabaretier zijn. Kees van Amstel en Johan Goossens. Johan is vorig jaar gestopt als docent op een mbo in Amsterdam. En Kees is nog steeds parttime docent op een mbo in Den Haag. Yes. 1900 keer fysiek geweld. Meer dan 15.000 keer verbaal geweld. Johan, ik begin met jou. Het is dan misschien heel even geleden, maar je bent volgens mij 7 jaar. Ja, ik heb 7 jaar gedaan. Ja, precies. Ja. Heb jij ooit te maken gehad met laten we rustig beginnen, met verbaal geweld? Nou ja, dat is grappig. Dat werd me ook vanochtend gevraagd door de redactie. Van, heb je hier iets? En ze dacht, nee, ik heb hier niks over. Want nou, ben je nooit uit? Ik zei, ja, ik ben wel eens uitgescholden. Maar heb je nooit bedreigd gevoeld? Ja, ik heb me wel eens bedreigd gevoeld. Maar heb je nooit een wapen in klas? Ja, ik heb wel eens een wapen in mijn klas. Dus ik zat echt dus ergens is het dan ook wel normaal geworden of zo. Maar ja, je wordt wel eens uitgescholden. En dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Dat vinden we. Ja, dat is ook heel naar om mee te maken, hoor, eerlijk gezegd. Ik wou het zeggen, dat vinden we niet vanzelfsprekend. En, maar dan soms doe je er iets tegen, maar soms dan denk je, heb ik het nou goed verstaan, weet je wel? Dan zegt iemand klootzak. Wie is er een klootzak? Dat doe je dan ook niet. Of je verstaat het letterlijk niet, van meneer, je bent tantu faya. Dat je denkt, wat is dat? Wat ben je? Tantu faya. Ik weet ook niet precies wat dat betekent. Wat is het? Nou ja, volgens mij knettergek of zoiets. Okay. Fucking gek. Dat soort dingen. Kees, en jou dezelfde vraag. We hebben het nog even over verbaal geweld. Ik begon. Ik zat nog op de docentopleiding het eerste jaar. Toen moest ik hier in Amsterdam-West stage lopen. Voor de eerste keer, mijn kennismaking. En ik gaf die directeur een hand en die zei, wat fijn dat jullie dit mooie vak gaan beoefenen. Ik was met nog 2 studenten. Op dat moment hoorden we aan het eind van de gang, bam, bam, bam. En het werd een leraar met zijn hoofd door de ruit gedrukt daar. Bang! En die sloeg en die directeur met veel gevoel voor understatement zegt, oh, ik geloof dat daar iets aan de hand is. Gaan jullie eventjes in de docentenkamer wachten. Ja, wapens in de klas. Laatste vraag, hoor. Ja, ik heb wel een pistool in mijn klas gehad, ja. Maar toen gaf ik net pas les. Dat was echt na 2 weken al had ik al een pistool in mijn klas. En ik wist ook helemaal niet. Maar hoe ligt dat gewoon op een nee, dat was, ik werd er niet mee bedreigd. Alleen dat meisje die zei van in een pauze, meneer, mag ik iets laten zien? Ik zeg, ja, laat maar zien. En we moeten het wel geheim houden. Ik zeg, ja, tuurlijk. En toen deze tas open, was echt een pistool. Echt naar zo'n gun. Echt zo groot als een kruimeldief ongeveer. En een beetje trut te vergelijken. Maar ik reageerde ook heel trut, want ik had nooit een pistool gezien. Ik zat ook nog maar net in het onderwijs. Je leert. Ja. Ik zei zoiets van, oh, volgens mij moeten wij even naar de conciërge. Weet je, ook zo'n zin waarvan je denkt, maar slaat, dat komt ergens in je hersens opgeslagen. Zo'n zin, maar goed, nou ja. En zei, hoe kom je daarvan aan? En zei, ja, ik heb het gevonden thuis onder het bed van mijn neef. En ik vind het eigenlijk niet prettig dat dat daar ligt. Ik zeg, nee, dus, je hebt het mee naar school genomen. Maar goed, ja, wat moet je daar dan mee? Uiteindelijk kwam die klas weer terug. En zei, doe maar even terug in je tas, zet hem weer op de grond, richt hem even de andere kant op. En we gaan verder met het kofschip. Ja, ik heb wel gewoon de les doorgegeven. We gaan door met het kofschip. Ja, ik heb wel de les afgemaakt, ja, zeker.